Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik de Full Face Using Only Highlighters Challenge doen van Nikki Tutorials en Jeffree Star. Het is een ander meisje die deze make-up look bedacht heeft met volledig haar gezicht met highlighters te maquilleren. Maar Jeffree Star en Nikki Tutorials vonden dit zo super leuk dat zij een challenge hebben bedacht. En iedereen die wil meedoen mag meedoen en dan moet je dezelfde hashtag gebruiken. Ik ga onderaan in de description box al deze info zetten en ik ga eraan beginnen. Ik heb wel al een goede dekkende foundation aangebracht en concealer, omdat ik toch wil dat mijn basis mooi egaal is. En ik heb ook mijn wenkbrauwen al aangebracht. En voor de rest ga ik verder met highlighters, vloeibare highlighters en poeder highlighters. Over mijn foundation ga ik als eerste met deze Saint-Tropez Skin Illuminator in de kleur roze. Dit is een vloeibare highlighter en ik ga die aanbrengen met de Real Techniques Stippling Brush. Ik kan die met de Stippling Brush niet zo heel goed uitverdelen, dus ik ga ook eventjes met mijn Beauty Blender erover. Voilà, dat geeft een mooi resultaat. Ik vind dit resultaat nog niet zo heel erg intens, dus ik ga er nu met een poeder highlighter over gaan. Ik ga eerst onder en op mijn oogleden van Hourglass dit Ambient Lighting Powder aanbrengen, omdat dit is ook een heel erg glanzend en heel erg mooi poeder, maar om toch een klein beetje te voorkomen dat de make-up te veel in de lijntjes kruipt. En dan ga ik van Art Deco dit Illuminating Baked Powder gebruiken over mijn volledige gelaat. Als contour en bronzer ga ik van MAC dit Golden Bronze Poeder gebruiken. Ik denk dat ik hier wel heel erg voorzichtig mee moet zijn, want dit geeft echt enorm veel glans. Als blush ga ik van NYX deze Baked Blush plus Illuminator en Bronzer gebruiken. Ik denk dat deze blush een hele mooie overgang maakt naar de contour. De aparte highlighter ga ik helemaal voor het einde houden en ik ga nu aan mijn ogen beginnen. Als basis ga ik deze MAC Paint Pot gebruiken in de kleur Stroke My Ego, omdat die ook heel erg mooi glanzend is. In mijn crease ga ik dan dezelfde kleur gebruiken als mijn blush. Als oogschaduw ga ik dan mijn Make Geek oogschaduw gebruiken, omdat het echt super veel glans geeft. Het zijn de foiled eyeshadows. Ik ga op mijn bewegende ooglid en het buitenste deel van mijn oog de kleur Mesmerized gebruiken. En in het middelste gedeelte aan de binnenste ooghoekjes ga ik de kleur Starry Eyed gebruiken. Aan mijn onderste wimperlijn ga ik nog een iets fellere kleur gebruiken en dit is de kleur Grandstand. Om de ooglook toch een beetje intenser te maken ga ik ook bovenaan zwarte eyeliner aanbrengen.
En dan gebruik ik graag nog echt als laatste afwerkpunt de highlighter. Deze is van een NARS paletje. En dit is toch wel de felste highlighter die ik zelf heb. Want natuurlijk heb ik niet zoveel keuze in mijn highlighters dan dat Nikki Tutorials en Jeffree Star hebben natuurlijk. Voilà, dit is mijn afgewerkte full face using only highlighters look. Als jullie hem leuk vinden, doe hem dan zelf ook. En deel hem met dezelfde hashtag zoals iedereen en dan kunnen we elkaars looks bekijken. Ik ben alvast heel erg nieuwsgierig naar die van jullie. En ik hoop dat jullie deze leuk vinden. Als jullie hem leuk vinden, geef hem dan de thumbs up of abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in mijn volgende video's. Dag!